mij niet zo ver om te zeggen, wil ik concrete toezegging of u de stekker uit het college trekt of u ergens een spaartje in de wielen rijdt. Dat zal ik voor u besparen, want dan krijgen we toch niet het antwoord. Maar alleen de opmerking, alles wat we gehoord hebben, nemen we mee in de trechter, vind ik onvoldoende. Dus ik wil jullie allen echt nu met klem vragen om twee concrete punten te noemen die u vanavond hier gehoord heeft, waarvan u zegt, daar ga ik mee aan de slag. En ik begin bij u. Ja, ik heb in de stukken stond wel dat, het gaat over het punt van die veiligheidsregio, of die ervan zou vinden. Mag ik meneer gaan staan? Ik heb, ja, maar dat is perfect. Ja, het punt van de veiligheidsregio. Ik heb, er is namelijk al wel gezegd in de schriftelijke voorbereiding dat de brandweer er allemaal mee akkoord zou zijn. Ik weet niet of dat waar is, maar dat ga ik daar opmerken over de veiligheidsregio. Dat is één. Dan vraag ik dat één. En het punt van alles wat met gezondheidsrisico's leefbaar heeft, maken heeft gewoon heel wezenlijk. Want iedereen die daar vragen over heeft, die vraag vind ik terecht. En ik vind eigenlijk dat de mensen dat al moeten beantwoorden als ze dat niet gedaan hebben. Dan moet dat nu heel snel gebeuren. En vindt, ja, betekent heel snel voor het kadersluit? Ik weet of dat kan. Ja, dat moet wel. Dat is wel vrij speciaal. Ik hoop het wel. Als de gemeente inderdaad het kadersluit, dan moet dat hebben. Maar het punt is, u bent de woordvoerder dit gebied en de wethouder van uw eigen partij zit op de stoel. Dus als u nu zegt, ik wil per se dat deze antwoorden ter tafel komen voordat we het kadersluit nemen, dan heeft dat een politiek gewicht. En wat let u om dat nu te zeggen? Ja, nee, dat zeg ik. Ik stel die vragen en normaal gesproken... Ja. Voor het kader van antwoord zijn voordat we het kader opstaan. Juist, ja, dat waren we voor het kader van. Dan hebben we het kader. Dank u wel. Twee punten. Nou, wat wij in ieder geval aan de orde stellen is de problematiek met de Julius Caesarbrug. Die zullen we in ieder geval aan de orde stellen. Een tweede punt is het probleem natuurlijk met de kruising van het spoor. Want we vinden dat hij daar niet door moet. En verder zullen we het zeker ook nog hebben over de situatie in de langs de zee. Dank u wel. De VVD. Ik vind het belangrijk om te kijken wat we met onze buren kunnen doen. Want daar ligt volgens mij de oplossing van het... wat we met Leidendorp kunnen doen. En een tweede is de slinger over de markt. Daar wil ik nog eens goed naar kijken met de kruispunten die erbij horen. Moet je nou langs het water, moet je door de wijk? Daar ga ik nog eens. U hoeft het niet mee eens te zijn, vraag hem pas wat hij meeneemt. Dit zijn twee punten. Ik kan een applaus zelf zijn. Ja, we hebben onze keuze op zich al gemaakt, maar het is wel goed om alle informatie te verwerken. Dus veiligheidsregio en het advies van de Milieuraad, dat zijn dingen die ik inderdaad nog zou moeten bekijken. Verder, ja, ik heb natuurlijk niet voor niks een motie ingediend om weer met Leijkerop te gaan praten, dus daar zal ik zelf ook achteraan blijven gaan. En verder, zal ik mijn best doen om te proberen mijn collega's in de coalitie ervan te overtuigen dat dit geen wijs besluit is. En dat als je zo'n weg aanlegt voor de komende 100 jaar, dat je dat dan ook echt in één keer goed moet doen. Maar u is natuurlijk de grote vraag, als u uw collega's niet weet te overtuigen, bent u bereid om de stekker eruit te trekken? Ja, wij gaan in ieder geval tegen dit besluit stemmen, want het is gewoon een slecht besluit en daar gaan wij ons gewoon niet voor omhoog steken. Ja, wat dat verder betekent in de coalitie, dat zullen we verder zien. Dus ja. Duidelijke woorden. Hopelijk dat u maar duidelijke woorden. Twee punten uit deze avond. Het eerste wat ik ga doen donderdagavond is uitstel. Vragen tot alle feiten op tafel zijn. Ik zou nu willen vragen om donderdag naar de commissie te komen. Ja, probeer eens thuis. Misschien ben ik heel snel thuis als de uitstel wordt besloten. En het tweede waar ik me op ga focussen. Ik vind het wel heel erg belangrijk het park en de zeehandelbuurt. Als het er dan moet komen, dan wat mij betreft zo ver mogelijk langs het water, zodat de zeehandelbuurt. Oké, duidelijk. Hoeft u het niet mee eens te zijn. Gaat om wat hij meeneemt. Dat is best lastig als je dan zo'n beetje ver in het rijtje zit. Ja, maar ik denk dat ons standpunt wel duidelijk over is gekomen. En ik wil iets aan u geven en iets aan hun geven. Ik ga het college nog eens scherp vragen op wat nu precies de planschaderegeling is die zij voor ogen heeft. Want het gaat om uw woning en het belangrijke is dat u precies weet of u er dan blij mee bent of niet. Maar dat u wel precies weet waar u aan toe bent. En in reactie ook op wat mevrouw daar zei, er is onlangs een heel interessant rapport van de GGD over wat luchtkwaliteit en fijnstofuitstoot betekent voor opgroeiende kinderen. En ik zorg dat rapport bij al mijn collega's terecht komt. Dank u wel. Ik zal zorgen dat het advies van de Leidse Milieuraad krachtig wordt meegenomen in de besluitvorming. Dat advies staat gewoon op de site, je kunt het nu al downloaden, dus begrijp niet dat... het nog niet algemeen bekend is.
En ik zal die argumenten, net zoals bij de Ringweg Oost, laten meewegen bij het college. Hoewel dat bij de Rijnlandroute ook geen zin heeft gehad, want de grootste partijen hebben samen meer dan 20 zetels. Dus ik hoop dat het niet aan Dovermans oren zal zijn. Dank u wel. Bestemd. Dank u. Nou, ik heb er niet zo heel veel om te zeggen, want iedereen heeft al een beetje weggekaapt bij me. Maar dat geeft ook niet op, Pieter. Maar Lepelijnen blijft op deze standpunt. Die vindt het dus zeer Lepelijnen vindt het dus niet behoorlijk dat een tunnelbak moet komen in een wijk zoals de Kooi. Dat ten eerste en de leefbaarheid voor de kinderen moet gewoon voorop staan. Dank u wel. Dus wij blijven tegen. Blijf tegen, heel goed. Nog even, er zit daar namelijk iemand van de ChristenUnie en die heeft er volgens mij zelf voor gekozen om niet te participeren in het debat. En dat bent u? Klopt, ik vind dat ik vind het prima dat deze heren hier zitten, dat is ook een prima keuze, maar ik vind als je zegt dat je gaat luisteren... Kun je iets dichterbij de microfoon nog weer goed? Ik kom ook om te luisteren en dat betekent ook dat ik dus niet daar ga zitten en dus echt alleen maar luister. En dat was de reden dat ik gewoon hier in het publiek mee ga zitten. En achteraf spijt van? Had u niet beter ook daar kunnen zitten? Nou, ik moest altijd wel een maand zitten. Dat is een eerlijk antwoord. Toch wil ik u ook vragen, want u heeft mee kunnen luisteren, wat zijn de twee punten uit deze aanval u zegt, die neem ik mee? Nou, wij waren al geen groot voorstander van deze ringweg. Wij hebben samen met de Partij van de Arbeid al het uitstel aangevraagd voordat alle cijfers op tafel komen. Dat zal ik mee blijven nemen. En het rapport van de Milieuraad is voor ons ook erg belangrijk. Maar ik hoop allereerst dat we een besluit kunnen nemen met alle cijfers die we hebben. En als we daar al niet toe bereid zijn, dan wordt het wel een heel droevig besluit. Dank u wel. Dank u wel. Daarmee zijn we aan het einde van de energie van de avond.